2,5 jaar geleden zijn we gestart met de werkgroep persleidingen om zeg maar weer in controle te komen met het beheer van de slagaders voor het afvalwatersysteem. Ja, mensen begonnen zich toch wel een beetje zorgen te maken. Er ligt voor een hoop geld onder de grond en we weten eigenlijk niet zo goed hoe lang dat nog meegaat. Want uiteindelijk is het natuurlijk het plaatje dat gewoon elke beheerder zijn data open heeft staan. En als je data wil hebben, dan haal je die bij de beheerder op en verzamel je dat. En heb je een mooi overzicht. Data over ligging, data over conditie. Gecombineerd met data van de omgeving. Daarmee kunnen we modellen vullen. Bijvoorbeeld een restlevensduurmodel. Of een verouderingsmodel misschien eerder nog. En met die modellen kunnen we ook weer kennis genereren. En zo kan het persleidingenbeheer informatieplatform een drager worden voor zowel data, modellen als ook kennis. Kortom, we kunnen beginnen met asset management en we kunnen ook vooral blijven leren door data met elkaar te blijven delen.